Google Analytics. In deze kleine uitleg. Klein, hè? Het is bijna een soort van mini-cursus over Google Analytics. Leer verschillende elementen. Eerst gaan we het hebben over alle begrippen. Ik leg je exact uit wat de begrippen betekenen. Welke begrippen je moet kennen om de juiste data uit Google Analytics te halen. We gaan het hebben over alle rapportvormen. Ik leer je op een strategische, slimme manier door heel Google Analytics te navigeren en op alle belangrijke rapportvormen uit te komen. Zonder dat je daar uren de tijd voor hoeft te investeren. Plus we gaan het hebben over geavanceerde instellingen. Ik leer je technieken hoe je dus eigenlijk achter verborgen data komt. Als je deze technieken en instellingen niet weet, dan zul je altijd op de oppervlakte blijven. En juist in deze uitleg, in deze soort van mini-cursus analytics, leer ik je op een hele snelle en slimme strategische manier binnen de data van Google Analytics te kruipen en dus binnen de data van jouw website. Plus, we laten jou verschillende soorten technieken zien hoe je dus eigenlijk Google Analytics op de automatische piloot kunt gaan gebruiken zonder zelfs nog maar eventueel in te loggen. Dus dat je wel alle data krijgt zonder zelfs maar Google Analytics aan te raken. Dus kijk snel verder. Mocht je ooit vragen hebben of reacties hebben, laat het achter in deze video. Wil je meer van dit soort tips ontvangen, kun je altijd op abonneren klikken. En dan wens ik je heel veel succes met het bekijken en analyseren van jouw Google Analytics data. Hoe werkt dat dan? Je hebt een onderscheid tussen gebruikers, sessies en paginaweergaves. Een gebruiker blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Voorheen was Google Analytics zo ingericht dat elk cijfertje in Google Analytics eigenlijk een soort van bezoeker was. Nou, dat is een beetje onterechte manier van het in kaart brengen van de juiste gegevens. Omdat, in dit geval, dit is Pietje. Pietje die komt op de website. Die bezoekt jouw website. Die verlaat het weer. Komt over 2 dagen later. Komt hij weer terug. Dan is het Pietje niet veranderd. Dus ondanks dat het weer lijkt als een nieuwe bezoeker, is het nog steeds dezelfde gebruiker. Zo brengt Google het tegenwoordig ook in kaart. Dus we nemen weer wederom Pietje. Pietje blijft dezelfde gebruiker. Dus als we naar dit gedrag kijken, dan heeft diegene 5 sessies gedaan. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, wat betekent een sessie? Een sessie is eigenlijk een compleet websitebezoek binnen een bepaalde tijdbestek. Dus over het algemeen is het als ik binnen de 30 minuten blijf. Dus ik kijk op jouw website, kom op pagina C terecht. Ik pak even koffie, ik sluit mijn computer af en denk, oh shit, ik wil toch nog heel eventjes terug naar die pagina. Dat is binnen een tijdsbestek van 30 minuten, dan geldt dat nog steeds voor sessie 1. Ik kan dus in 1 sessie kan ik meerdere pagina's bekijken. Nou, dat zien we hier ook bij sessie 2 gebeuren. Dus eigenlijk sessie 1 is bijvoorbeeld op maandag geweest. Op een gegeven moment wordt er afgesloten. En degene komt op dinsdag komt hij terug en bezoekt 1 pagina B, vervolgens pagina A, vervolgens pagina D en vervolgens pagina C. Nou, wat zie je dan? Dat hij dus eigenlijk 4 pagina's heeft bezocht, maar slechts 1 sessie. De sessie is het complete websitebezoek. Als je dit dus allemaal zou optellen, dan zie je dat Pietje 1 gebruiker is, want Pietje die verandert niet, heeft 5 sessies gedaan en heeft in totaal 15 pagina's bekeken. Dus er zijn 15 pagina weergaves terug te vinden binnen Google Analytics. Een ander belangrijke statistiek is de tijd op je pagina. Het is heel belangrijk dat jij weet hoe de tijd op de pagina in kaart wordt gebracht. Nou, binnen Google Analytics, eigenlijk wordt alles in Google Analytics pas gemonitord wanneer er een stukje code wordt aangeroepen. Als jij Google Analytics al geïnstalleerd hebt, dan heb je gezien dat je een stukje trackingscode op jouw website moet plakken. Dat stukje code moet elke keer aangeroepen worden om eigenlijk Google een seintje te geven van joehoe, er gebeurt iets. Nou, dat zien we dus ook hoe de tijd op de pagina binnen Analytics in kaart wordt gebracht. Stel, iemand bezoekt pagina A. Google die ziet doordat pagina A bezocht wordt dat een stukje code aangeroepen wordt,
kijkt vervolgens op zijn horloge en ziet dat het 10 uur en 35 minuten is. Pietje bezoekt vervolgens pagina B. Dat merkt Google Analytics wederom, doordat het stukje code wordt aangeroepen en kijkt nog een keer op zijn horloge. Oh, het is inmiddels 10 uur 36 en 10 seconden. Dat betekent dan dat de tussentijd, want dat weet Google dan, dat men dus eigenlijk op deze pagina 1 minuut en 10 seconden is gebleven. Want men bekeek pagina A, klikte door naar pagina B en die tussentijd wordt in kaart gebracht. Vervolgens zien we van pagina B naar pagina C dat we daar 1 minuut 30 over hebben gedaan. Stel dat Pietje op pagina C is en dus helemaal niet doorklikt, dan wordt dat stukje code op een vervolgpagina niet nog een keer aangeroepen. Dus ik bezoek pagina C, ik sluit mijn computer af, ik klik helemaal niet door. Dan weet met de standaard instellingen weet Google Analytics niet hoe lang jij dus op deze pagina bent beland, waardoor de tijd op de pagina dus niet goed in kaart wordt gebracht. De tijd op een bepaalde site wordt gewoon in kaart gebracht door alle tijd op een pagina bij elkaar op te tellen. Een ander begrip waar enorm veel verwarring over ontstaat is de bounce percentage. Nou, de bounce percentage staat dus eigenlijk voor het aantal bezoekers die zonder door te klikken de website verlaat, gedeeld door het totaal aantal bezoeken van de pagina. Dus het heeft niks met de tijd te maken op een pagina of alle andere dwaalspoorverhalen die je op het internet leest. Het bounce percentage is het percentage van alle bezoekers dat zonder door te klikken jouw website verlaat. Dus eigenlijk hier is het een bounce. Nee, ik heb pagina C. Ik klik niet door naar een volgende pagina, dus ik ben als het ware gebounced. Bezoek ik pagina A en klik ik door naar pagina B, ben ik niet gebounced. Waardoor het bounce percentage dus niet in kaart wordt gebracht. Of wel in kaart wordt gebracht, maar laag blijft. Ja? Dan heb je je conversies. Nou, als het gaat om je website verder optimaliseren, dan heb je het over het algemeen over het of het stukje SEO, dus het zorgen dat je steeds meer bezoekers naar je website stuurt, of het stukje conversies, dus dat je dus steeds meer gewenste acties op je website wil bereiken. Conversies is eigenlijk niets meer dan een gewenste actie. Als we het dan hebben over je conversiepercentage, dan is het dus ook het aantal bezoekers gedeeld door het totaal aantal bezoekers. Dus het aantal bezoekers dat een gewenste actie uitvoert, of een conversie, gedeeld door het totaal aantal bezoekers. Een conversie kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan aankoop, informatieaanvraag, inschrijven van je nieuwsbrief, een nieuw account aangemaakt, een bepaalde duur op jouw website is, maar net wat jij belangrijk vindt om in kaart te brengen binnen Google Analytics. Oké, dat waren dus de begrippen. Nou, je weet nu hoe je de begrippen kunt gaan interpreteren. Laten we dus direct overgaan naar het dashboard van Google Analytics. Dan gaan we het hebben over alle belangrijke rapportvormen. Dus we zullen het eerst hebben over de doelgroep. En je leert op een hele snelle manier, dus op een hele snelle, strategische manier, eigenlijk door Google Analytics te navigeren. En we beginnen dus bij de rapportvorm doelgroep. Ik zal je laten zien hoe je dus alles, maar dan ook echt alles van jouw doelgroep te weten komt. En hoe je op een slimme manier deze data kunt gaan inzetten voor jouw marketing. Als we dus dat zien, bekijken en we zien het weer terug in het dashboard binnen Google Analytics, dan weet je dus nu wat gebruikers zijn. Nieuwe gebruikers zijn dus gebruikers die echt nieuw zijn. Dat is een stukje terugkerende, wat je hier ook ziet. Terugkerende bezoekers en nieuwe bezoekers. Dus het zijn echt unieke bezoekers binnen de meetperiode. Het aantal sessies per gebruiker. Dus hoeveel sessies doet Pietje over het algemeen. Hoeveel pagina-weergave doet Pietje. Eventuele pagina's per sessie. Gemiddelde sessieduur, dus hoe lang duurt zo'n sessie, zo'n hele totale websitebezoek eigenlijk. En wat is het gemiddelde bounce percentage? Door dus heel snel te kijken en te werken vanuit het overzicht en in dit geval een meetperiode in te stellen en die te vergelijken met die van vorig jaar, kan ik heel snel zien, ben ik op de juiste weg of gaat het niet goed?
Er zijn nog talloze andere cijfers en data te halen uit de doelgroepen en de rapporten. Maar voor deze video loop ik er wat sneller doorheen. Eentje wat je heel makkelijk kunt gebruiken, ook nog voor je marketing. Zeker als je het hele jaar gebruikt. Kijk eens bij geo en dan locatie. Bij geo en locatie krijg je dus heel snel de complete wereldkaart te zien. Nou, dit is de Google Merchandise Store, dus dat is een behoorlijk grote internationale winkel. Nou, hiervan zal bij jullie daar iets anders uitzien. Klik vervolgens op het land waar je bijvoorbeeld meer informatie over wilt. Ik zie hier dan het land wat dit jaar was en wat het vorig jaar was. Nou, kan ik eventueel verschillen uit opmaken. En ik kan direct kijken welke provincies in dit geval, dus welke regio's interessant voor mij zijn. En eventueel als ik op plaats klik, zie ik dus ook nog welke plaatsen interessant zijn. Nou, deze data kun je weer heel goed gebruiken om bijvoorbeeld te koppelen met je Facebook adverteercampagne. Dus dan kun je nog beter gaan targeten op bepaalde plaatsen of regio's. We hebben eigenlijk binnen zeg 12 minuten hebben we heel snel een analyse gemaakt over de doelgroep. Vervolgens kun je op het andere rapportniveau op acquisitie. Klik je vervolgens op overzicht. Dan krijg je wederom een overzicht van het hele rapportvorm op het vlak van acquisitie. Dus hoe krijg jij bezoekers naar je website. Ik plaats even de vergelijking uit. Dit kun je natuurlijk zelf aanlaten zodat je direct een juiste vergelijking kan maken. Nou, als we nu de vergelijking zien, zien we ook dat we organisch, dus in de organische zoekresultaten, een stuk meer bezoekers krijgen. Dus we worden beter gevonden. We krijgen een stuk meer direct bezoekers. Dus mensen typen direct onze website in. Social. Dus we zien hier dat we de Google Merchandise Store, dat die vorig jaar veel meer bezoekers kregen via social media dan op dit moment. Referral, het stukje verwijzend verkeer. Display zijn advertenties op andere netwerken. Dit zijn ook het betaalde verkeer. Affiliate zijn mensen die reclame maken. En other is eigenlijk, ja, Google Analytics wist het niet, dus gooit die daar maar onder. En e-mail. Doordat je dit ook weer in een grotere meetperiode bekijkt, kun je hier heel snel zien welk kanaal interessant is. Je ziet hier dat de referral behoorlijk veel conversieratio. En je weet dat inmiddels conversie zijn behaalde doelen. Dus ik zie hier dat, dus ik ga al even de vergelijking er weer uit. Dus kijk echt even zelf ten opzichte van vorig jaar. Dan zie ik hier dat referral snel de juiste bezoekers, een stuk minder bezoekers, gebruikers opleveren, maar wel behoorlijk conversiepercentage haalt. Doordat het blauw is, en zo werkt heel Google Analytics, kan ik er weer op klikken. En dat ken je wel, als iets blauw is, is het vaak een linkje. Dus klik ik daarop, zie ik links dat ook het menu verandert en kan ik hier het verwijzend verkeer zien. Ik zie hier hoeveel bezoekers dat heeft opgeleverd, hoeveel transacties dat heeft opgeleverd en het totaalbedrag. Dus zie jij hier van eens iemand tussen staan, eventueel een blogger of een aparte website die je eigenlijk niet kende en heeft dat jouw bezoekers opgeleverd en bepaalde transacties, ja, dan is het wel eens interessant om dus diegene op te bellen of een mailtje te sturen en te kijken of je die samenwerking niet verder kan uitbouwen. Als je dan nog even bij het rapportvorm acquisitie blijft, klik je op bronmedium, krijg je heel snel te zien wie waar vandaan komt. Ik heb je beloofd dat we het snel zouden doen, dus we gaan ook niet in alle rapportvormen heel diep induiken. Wat zien we hier? Ik zie bijvoorbeeld organic, dus de organische zoekresultaten. YouTube referral, dus blijkbaar stuurt YouTube ons de Google Merchandise Store open zoekers door partners en affiliates. En ik kan dan nog wat verborgen data achterhalen. Oké, je hebt het eerste deel van deze uitleg, of een soort van mini-cursus Google Analytics heb je erop zitten. We gaan nu wat geavanceerde technieken ook behandelen. Een stukje hoe je achter eigenlijk verborgen data komt. De technieken die we in dit rapportvorm acquisitie gaan toepassen.
kun je ook toepassen in andere rapportvormen. Dus blijf ook kijken. Ik leer je nog wat enkele handige tips en tricks binnen Google Analytics. En hoe je dus op een snelle en slimme manier strategische keuzes kunt maken op basis van de data uit Google Analytics. Dus op basis van de data van jouw website. Hoe haal ik een stuk verborgen data? Of verborgen in ieder geval, hoe haal ik meer data? Ik kan hier een secundaire dimensie toevoegen. Kijk eens even tussen al deze elementen wat je eventueel er extra aan kan toevoegen. Een handig iets is bijvoorbeeld de bestemmingspagina. Dus als je die zoekt, bestemming, meestal helemaal naar beneden, iets naar boven en dan klik je de bovenste. En dan heb je de bestemmingspagina. Dan zie ik ook via welke kanalen naar welke bestemmingspagina, dus landingspagina op de website is gestuurd. Dus ik zie hier dat organic wordt wat gestuurd. YouTube referral is heel erg hier naartoe gestuurd. Als ik benieuwd ben over welke link het gaat, kan ik deze openen via dit tabje. En kan ik dus achterhalen van, hey, hoe komt dat nu? Is het een goede pagina geweest? Dat is populair. Je kunt het ook op een andere manier doen door via social. Dan naar overzicht. Bestemmingspagina's. En daarin zie ik eigenlijk ook alle gedeelde URL's, dus die op social media gedeeld zijn. Die dus blijkbaar populair zijn. En hoe vaak die weergegeven zijn, hoeveel sessies, gemiddelde sessieduur. En je kunt eventueel nog verder gaan instellen dat je ook nog transacties en dergelijke ziet, dus met bepaalde conversies. Als je enig overzicht hebt, dus ik ga weer terug naar acquisitieoverzicht. Je kijkt waar hier bepaalde gegevens wat opvalt. Dus je kijkt, ik zie hier inderdaad social levert behoorlijk wat hoger bounce percentage op dan bijvoorbeeld de organische zoekresultaten. Dus moeten wij ons daar niet meer op gaan richten op de organische in plaats van op social. Als je vervolgens dan weer op social klikt, ga je de verdieping in en kun je zien op welke kanalen. Die kanalen kun je dan ook weer vergelijken met bijvoorbeeld de opbrengst, met de transactie, het conversiepercentage. Hier zien we heel snel dat voor de Google Merchandise Store, als wij op conversieratio van e-commerce klikken, dan kun je het filteren. En dan zie ik hier dat we, ondanks dat slechts Google Groups goed is voor 1100 gebruikers, over een heel jaar is dat behoorlijk weinig, levert dat wel 122 transacties op en bij elkaar $26.500. Dat zijn niet bedragen die ik links zou willen laten liggen. Dan kun je weer verder kijken. Facebook. Facebook levert toch 8 keer zoveel bezoekers op. Aardig wat conversies. Alleen slechts €3.500 omzet. Deze transacties en opbrengsten, dat kun je allemaal instellen met de Enhanced e-commerce tracking en daar zal ik wat later in deze video ook wat meer over vertellen. Als je dan klaar bent met de doelgroep en acquisitie, dan klik je op gedrag en ook daar weer klik je op overzicht om dus het complete overzicht te bekijken. Wat zien we hier? Hierin zien we een heel snel overzicht, zien we eigenlijk voor deze meetperiode, dus van 1 januari 2017 tot met 8 januari 2018. Wat de belangrijkste pagina's van jouw website zijn. In dit geval, en dat zal bij jou ook zo zijn, is de homepage een hele belangrijke pagina. Kijk van tevoren, denk na van wat zou ik eigenlijk in de top 10 van alle pagina's willen hebben staan. Dus als jij nu een top 10 zou mogen maken van dit zijn echt mijn belangrijkste pagina's. Dus als jij nu de keuze zou hebben, zeg als ik 10 pagina's mag kiezen, dan wil ik dat dit de 10 belangrijkste pagina's zijn. Klopt jouw lijstje dan met dit lijstje? In dit geval is de home. Het is prima dat een hele belangrijke pagina is. De basket, het winkelmandje. Voor een webshop is dat geen verkeerde pagina om heel vaak bezocht te hebben. Het inlogscherm, het winkeltje en het zoeken. Vervolgens kun je dus op die pagina's weer verder doorklikken. Bijvoorbeeld op het zoekveld. Dan klik ik op het zoekveld. Ik zie dat er zo vaak de pagina's weergegeven worden. Dat er een behoorlijk lage
tijd op de pagina is, zeker als we die vergelijken met de bounce percentage. Dus meer dan 56% van alle bezoekers die dus de zoekpagina bezoekt, verlaat de pagina zonder door te klikken. Nou, dat is behoorlijk vreemd eigenlijk wanneer je nagaat dat een zoekpagina, waarin je dus kunt zoeken en de zoekresultaten krijgt, niet de juiste bezoekers laat doorklikken. Nou, dus dit is een pagina waarin ik al nu al zou zeggen, hey, dat is een actie die we moeten bekijken. Dus hier zien we de basket, een hele belangrijke pagina, top 10 pagina. We klikken daarop, krijg ik in één oogopslag te zien, oké. Basket, gemiddelde tijd op een pagina, zo vaak is er ingestapt, dus zo vaak komen mensen als eerste op die pagina, dus die komen binnen op jouw website via die pagina. En hier zien we een behoorlijk lagere bounce percentage, wat natuurlijk positief is. Nou, hiervan zouden we kunnen kijken van, hey, kunnen we deze bounce percentage nog verder naar beneden brengen? Dit is vanuit het overzicht. Je kunt ook zeggen, ik ga naar gedrag, site, content en je klikt op alle pagina's. Dan krijg je direct de juiste data. Oké, we hebben het al gehad over de doelgroep, het stukje gedrag en de acquisitie. En straks gaan we het ook nog hebben over de conversie. Maar voordat we overgaan tot een andere rapportvorm, wil ik het nog even hebben over een kleine geavanceerde instelling om dus nog meer data boven water te krijgen. Ik geef in deze video enkele voorbeelden hoe je het kunt gebruiken. Mijn advies is wel, probeer zoveel mogelijk zelf te testen en kijk eens wat er dus gebeurt. Kijk wat voor data je boven water krijgt en wat je daar vervolgens mee kunt doen. Nou, hoe kun je dan ook nog heel snel weer extra verborgen data naar boven brengen? Is vind het tapje geavanceerd en probeer ook eens deze functies uit. Nou, via geavanceerd kan ik heel snel aangeven van oké, ik wil een bepaalde pagina hebben die deze term bevat. In dit voorbeeld gebruik ik even de site gebruik. Ik wil dat het x aantal pagina's weergaves bevat. Nou ja, over een heel jaar moet dat in dit geval voor deze website ligt. Zal voor jouw website misschien anders liggen. Kijk wat een beetje het gemiddelde aantal weergaves is. Nou, in dit geval zeg ik, nou, hier is sowieso boven de 72, dus ik zeg even boven de 50. Dus 50.000 pagina weergaves. En ik wil in dit geval dat de gemiddelde tijd op de pagina niet groter is, maar bijvoorbeeld kleiner is dan een bepaalde. Dus dan weet ik van, hey, deze pagina wordt slechts kort bekeken, waardoor ik bepaalde acties zou moeten doen om die bezoekerstijd te verhogen. Ik zou kunnen zeggen, nee, ik wil niet de gemiddelde tijd, het moet het bounce percentage en dat moet groter zijn dan 50. Ik klik op vervolgens op toepassen. Dan zie ik dus al mijn pagina's die dus een hogere bounce percentage hebben dan 50%. Sorteer ik op de bounce percentage, dus klik ik weer op de bounce percentage. Dan kan ik alle pagina's zien die dus eigenlijk een stukje verbeterd kunnen worden qua gebruiksvriendelijkheid. Dan je conversies. Als je dus naar je conversies gaat, dan kun je hier bij de doelen kun je snel een overzicht zien van alle doelen die behaald zijn. Stel ook altijd de juiste doelen in. Wat vooral belangrijk is, als je alles goed hebt ingesteld, is door te kijken naar de multi-channel trechters en dan de ondersteunende conversies. Wat kan ik dan hieruit opmaken? Ik kan dus kijken welk kanaal voor welke ondersteunende conversies heeft gezorgd. Nou, wat betekent dat? Online marketing is enorm divers. Het kan zijn dat je op internet zit en daarmee dus op Facebook, op YouTube, op Twitter. Dat je SEO-campagnes doet, zodat je organisch beter gevonden wordt. Dat je misschien wel betaalt voor je zoekverkeer, dus via Google AdWords. Of dat je dus adverteert op andere websites. Wat kan ik dan hier zien? Ik kan dus hier zien hoeveel ondersteunende conversies er zijn bereikt met een bepaald kanaal. Ik zie dus dat organisch zoeken, dus de gratis zoekresultaten in Google, voor de Google Merchandise Store ruim 22.000 ondersteunende conversies hebben gegeven. Als ik dan vervolgens klik op de beste conversiepalen, kan ik ook zien hoe loopt dat dan. Dus iemand verwijst naar
de Google Merchandise Store en vervolgens bezoekt deze bezoeker direct, dus typt waarschijnlijk de hele link in of misschien wel via de mail of wat dan ook, direct weer bezoekt hij de website. Hier kan het ook 2 keer direct zijn voordat hij dus een conversie doet. Zo zijn er talloze data en instrumenten op te halen uit de Google Analytics. Verlaat de video nog niet. Ik zal nog enkele slimme tipjes meegeven. Maar mocht je dus echt steeds verder willen gaan verdiepen, blijf een keertje klikken tussen al deze rapportvormen. Of wacht even tot aan de afloop van deze video. Er is namelijk een complete cursus van Google Analytics die je tegen een kleine vergoeding kunt volgen. En dan duik je nog dieper in op deze data. Nou, nog enkele paar slimme quick wins en makkelijke tips voor je om dus Google Analytics nog slimmer te gebruiken. Je kunt van elk rapport, dus stel ik zeg hier een acquisitie en alle kanalen, van elk rapport kun jij een bepaalde automatische notificaties instellen. Nou, hoe werkt dat? Stel ik stel deze even in op afgelopen maand. Klik op toepassen. En ik kan wel zeggen, ik wil hem vergelijken met vorige periode of ik wil hem zo laten staan. Ik laat hem in dit geval zo even staan. Wat kan ik dan doen? Ik kan extra segmenten toevoegen, wat een enorm handig truc is om dus nog meer uit de data te halen. Ik kan dus zeggen, ik wil zien betaald verkeer, ik wil zien mobiel verkeer en eventueel organisch verkeer. Ik klik vervolgens op toepassen, dan krijg je allerlei kleurtjes te zien. Stel dat je dit nu interessante data vindt om jou elke week of elke dag te sturen. Nou, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt zeggen ik sla hem op, ik klik op opslaan. Dan krijg je een opgeslagen rapport. Ik maak hier even kanalen van test. Klik je op oké, dan gaat hij direct naar jouw opgeslagen rapport toe. Dus zo kun je ze ook weer direct terugvinden via aanpassing. Dan opgeslagen rapporten. Je kan hem ook delen. Dus als ik dit rapport deel, kan ik zeggen, ik wil aan pietje@imgemaakt.nl wil ik elke maand dat er een pdf wordt gestuurd, dat wil ik maandelijks en dat elke eerste van de maand. En dan geef ik hier nog wat informatie in en verstuur ik en dan krijg ik dus elke eerste van de maand automatisch deze data te zien. Je kunt nog veel en veel en veel meer halen uit deze Google Analytics data. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video. Wil je dus veel meer leren over Google Analytics, het maken van aangepaste segmenten, het instellen van je Google Analytics, het koppelen van enhanced e-commerce tracking, welke plugins je het beste kunt gebruiken, welke tips en tricks er zijn. Dus eigenlijk alles om van data naar klant te gaan. Kijk dan even naar de cursus Google Analytics van data naar klant op imgemak.nl. Ik zal de video of de link ook onderaan deze video plaatsen. Heb je nog vragen? Ja, stel ze altijd allemaal in je reactie. Zal ik zoveel mogelijk van jullie vragen beantwoorden. En misschien ook wel weer input verzamelen voor weer een nieuwe video. Mocht je deze video waarderen en vaker van dit soort tips ontvangen over op het gebied van Google Analytics, SEO, online marketing, wat dan ook, klik dan even op abonneren op het einde van deze video of rechts onderin. En mocht je toch nog iets hebben, je kunt het altijd vragen of je een reactie achterlaat. Heel veel succes, zet hem op en mocht er iets zijn, laat het ons weten, dan help ik je verder.